Marien is altijd een hele ronde langs alle media, maar na zo'n wedstrijd is dat altijd lekkerder, denk ik, dan wanneer je niet gewonnen hebt. Ja, dat klopt. Het blijft natuurlijk vaak hetzelfde verhaal, maar het was gewoon een topoverwinning vandaag. En gewoon heel erg belangrijk om zo aan het jaar te beginnen. Ja, daarom. Voor alles, voor het momentum met name, het mentale gevoel. Voor de dingen die we betraind hebben, vaker over gehad, het verdedigende aspect, komt er mooi uit. De ranglijst maak je een mooi sprongetje, dus het is echt een gouden overwinning. Ja, en over dat verdedigende aspect, het was even schrikken in die zesde minuut, toen ze meteen een hele grote kans kregen. Maar daar bleek dat Stijn in ieder geval ook de lijn van 2022 doortrekt. Ja, betrouwbaar. Tweede helft ook nog één moment waarin geweldig pakt. Dus een hele betrouwbare doelman, dus dat is een onzekerheidje voor ons, ja. Ja, het was even in die wedstrijd komen, maar op een gegeven moment ging het een stuk beter. Ja, de eerste 20 minuten was het heel moeizaam. Het kwam een beetje beter in de wedstrijd richting rust. Een grote kans op Kenzo nog binnen de 16 meter. En tweede helft, de jongens goed opgepakt. De dingen die we aangegeven hebben. Wat hogere intensiteit met druk zetten. Wat hoger baltempo. Wat meer de zijkant in stelling brengen. Nou, met name Maro was natuurlijk bij vlagen genieten. Ja, en hebben we een paar goede kansen gecreëerd. Dus de tweede helft was heel volwassen, moet ik zeggen. Ja, dan duurde het toch nog even voordat die heel zo belangrijke goal valt. En dan uitgerekend een verdediger die hem dan weer maakt. Ja, dat standaard situatie. Wel vaak uitscoort. Besteden we ook extra aandacht aan, omdat we weten, we scoren niet zo makkelijk. Je krijgt niet zoveel kansen. Ja, we hebben goede nemers, goede koppers. Dus dat is een goede job van Thomas, met name in dit geval. Ja, en ik denk dat je ook heel tevreden kan zijn over het clean sheet. Wat jij ja, dat was extra. Omdat ik zei, voor de mindset, we hebben er zoveel aandacht aan besteed. Het is niet altijd het leukste om dat te betrainen. Ja, als het dan gelijk oplevert met 3 punten. Het terugsluiten, alles voor het team. Ook de jongens die erin kwamen. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, maar er waren wat wijzigingen ten opzichte van voor de winterstop. Sven, hoe kijk je naar? Ja, Sven is terug. Heeft een goede voorbereiding gedraaid. Heeft lang met zijn knie doorgespeeld. Met name ook voor de ploeg. Ook in de play-offs al. Nu echt weer een goed traject kunnen pakken. Langzaam op kunnen bouwen. Ja, en die brengt ervaring. En brengt een stuk coaching. Want met name die coaching die is niet altijd best, vind ik, bij ons. Dus daar heeft hij een belangrijk factor in. En hij heeft gewoon het goed gedaan, de voorbereiding. Hij is gewoon beter dan de eerste helft van de competitie. Vandaar de keuze voor hem, ja. Ja, Adrian op het middenveld. Ja, Adrian wordt ook steeds stabieler. Heeft ook een hele voorbereiding kunnen draaien. Goed voor hem om fitter te worden. Heeft wat meer vertrouwen. En groeit ook langzaam terug naar zijn eigen niveau. Ja, en al met al is dit wel het begin wat je moet hebben aan het begin van zo'n loodzware maand. Ja, dat klopt. Wat ik zeg, dat is gauw overwinning. Gewoon voor het momentum, voor het gevoel, voor alles, voor de ranglijst. Anders had je gelijk echt de onderste regio nog staan. En nu sta je weer even 12e plek, geloof ik. Dus ja, dat is natuurlijk een geweldige plek op dit moment. Ja, en dit weekend blijkt ook wel dat het een hele spannende competitie gaat worden. Het gaat heel spannend worden. We hebben nu Groningen extra in de problemen gebracht. Dus dat is lekker. En niet voor Groningen, maar voor ons. Gewoon meer ploegen daarbij trekken. Hoe beter. Want je weet, bij zulke ploegen gaan andere krachtenvelden spelen. Dat is gewoon moeilijker. Want op papier zou je denken, Groningen kan niet degraderen. Maar ja, we hebben het vorig jaar met Willem II gezien. Dus dat... Dat kan gebeuren, ook met zo'n club. Ja, gewoon een hele mooie avond. Een hele mooie avond, absoluut.